Mag ik u iets vragen? Wat wordt u vragen? Er is ontzettend veel commotie over het afschaffen van de dividendbelasting. Mensen buiten deze enclave daar dan wel in geïnteresseerd? Hebben die daar een mening over of niet? Ik heb er geen verstand van. Nee. De reden is van als we de bedrijven wat minder, vooral de grote, wat minder belasting laten betalen, blijven ze hier. Is onze werkgelegenheid gegarandeerd, zeggen ze. Het is ook belangrijk dat bedrijven zich hier vestigen en werkgelegenheid. Je moet ook goed om je heen kijken. Ja, dat is het. Maar ja, dan moeten ze wel echt belopen. Dus, maar zo werkt het natuurlijk niet. Je weet dus niet of het per saldo of voor ons goed of slecht is. Als ik belasting moet betalen, zij ook. Als ik winst heb, dan moet ik ook schrijven. Ja? Okay. Eerlijk is eerlijk, toch? Eerlijk is eerlijk. In dit stadium misschien dat we iets te vroeg eerst moeten afwachten, toch? Ja, eerst afwachten. En je moet wel een beetje... Ja, je balans vinden natuurlijk. Bedrijven met een omzet van weet ik veel hoeveel. Met daar gekoppeld ook werkgelegenheid. Ja, natuurlijk nog een beetje matsen, vind ik. Ja. Een beetje matsen. Toch? Laatste woorden matsen. wij zien hier nu achter Lodewijk Asscher. En daar Sybrand Buma. En daar Dijkhoff, Segers. En die zijn allemaal de discussie over de dividendbelasting aan het oppoken en het neerdrukken. Waarom heb je hiertoe besloten? Kijk, als jij salaris krijgt, dan ga je niet naar de belasting bellen en die zegt van nou, ik heb zoveel salaris gekregen. Ik dacht als ik nou eens 25% aan jullie geef, kunnen we dat afspreken? Ja, dan gaat dat natuurlijk niet als burger. In het bedrijfsleven gaat het wel zo. Er zijn 4000 afspraken van bedrijven met de Belastingdienst. Het is allemaal geheim, weten we niet. In deze tijd van transparantie heeft het allemaal iets ongemakkelijk. Even met Segers luisteren. Hallo. Ik loop heel even mee. En dit is wel echt veel technisch heel ingewikkeld. Zullen we boven maar even wachten? Heel boven even. BTW gaat omhoog, winstbelasting gaat omlaag. Hypotheekrenteaftrek minder groot. Wordt opeens het lobbyen bekend. En dat komt allemaal op die dividendbelasting. Het verrast mij niet dat hier vragen over zijn. Omdat die vraag bij onszelf ook leeft. Omdat dat niet bovenaan ons verlanglijstje staat. Ik sta ervoor, ik maak die afspraak. En als het gaat om het hele vestigingsklimaat, wil ik wel tekenen voor een klimaat waarin we Nederlanders goede banen krijgen. En vervolgens zijn er natuurlijk heel veel andere elementen van het regeerakkoord waar ik veel enthousiaster voor word, maar ik teken voor het geheel. Je ziet nou ook dat een paar andere coalitiepartijen al zoiets hebben van terugtrekkende beweging. Van ja, wij waren er niet bij toen het afgesproken is. Nee. Het was wel een hele grote meloen die je moest doorslikken. Dus echt enthousiast zijn ze er ook niet over, dus laat ze er gewoon mee stoppen. Nou ja, we komen van Roemer vandaan, we hebben Segers gesproken, dat is aan de andere kant. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit onderwerp zomaar zo er doorheen gedrukt wordt. Dit kabinet is een week oud en iedereen loopt er tegen te hoop, tegen dit plan. Maar ja, we zien wel hoe het afloopt, maar hoe het afloopt is onzeker. Dat is ongeveer de tekst meestal als je niet weet hoe het afloopt. Dus is het onzeker. Nou, de analyse is klaar.